In eerste plaats beheer ik een grote binnentuin. Dat is waar we nu zijn. Dat is bij buurthuis De Arend in de Afrikaanderwijk. Ik ben de tuinman, man, vrouw, hoe je het noemen wil, in de wijk. En ik coördineer ook het een en het ander aan projecten. Creatief Beheer is een organisatie die de opdracht heeft gekregen om in dit soort wijken, wat we achterstandswijken noemen, om daar dus bepaalde gebieden te vergroenen. Hoe is het met je tuintje? Hoe is het met je tuintje? En we proberen zoveel mogelijk om diverse groeperingen en buurtbewoners mee te laten werken. Dus wat we participatie noemen. Ah, je hebt onze Afrikaanders. Gaat hartstikke goed. Als je het maar een beetje water geeft, hè, want die wil drinken. Hè. Als tuinman sta ik in het midden van het proces. Ik heb diverse functies. Dus dat is de plantenkennis. Dus gewoon de kennis van zaken waar je mee bezig bent. Maar ook om die kennis op een eenvoudige manier over te gaan brengen op andere mensen. Ik heb wel even een trucje voor jullie. Kom eens. Als je nou die met een... Dit zijn de bloemetjes, hè? Ja. Deze. Als je nou deze eruit haalt... Oh ja. Dat zijn de uitgebloeide. Als je die eruit haalt, dan gaat die nog meer bloeien. Ik denk dat het heel gezond voor iemand is om te doen. Het is gezond om buiten bezig te zijn. Je ervaart de natuur, je ervaart... de temperatuur buiten, de seizoenen, je wordt daar veel bewuster van. Je bent lekker in beweging, je bent met je vingers bezig, je creëert iets. Je bent gezellig met elkaar bezig, het is een positieve sfeer. En ik denk dat het gewoon heel goed voor je is. En dit is trouwens een ontzettende leuke tuin. En eigenlijk wel een van de leukste tuinen op de Arend. Ligt de hele dag in de zon. En dit noemen we de vlindertuin. Dus hier staan allerlei mediterrane planten in, kruiden, et cetera. En zeker als je hier staat met deze oregano, of zoals men ze ook wel met de Nederlandse naam benoemt, Marjolein Majoraan. Zit vol met allerlei hommels, zoals je ziet. Trekt heel veel bijen aan. Nou, dat is een goede zaak, want het gaat slecht met de bijen. Kweken zelf ook heel veel planten door te zaaien. Onder andere, en dit is echt een product van het zaaien. Een hele ouderwetse bloem is dat, de zinnia. En dat doet het in dit soort tuinen hartstikke goed. Weet je wat ik ook leuk vind als die kinderen uit deze wijk dan, die zijn daar op zich heel erg in geïnteresseerd van juf, wat is nou een bij? Juf, wat is nou een hommel? Wat doen die precies? Nou, door dat hier te laten zien, krijgen ze daar ook een beetje begrip van. De kinderen vinden hier een rustpunt en een gezelligheidspunt. Die komen bij mij hier, als het wat koeler is, gezellig aan de tafel zitten in de kas. Ik heb voor kunstenaar gestudeerd en ik zie dit ook min of meer als een verlengstuk van. Maar beheer, daar bedoel ik mee dat ik het ook gewoon heel serieus neem. En dat ik ook van mening ben dat je moet zorgen dat het er goed uitziet. Dus dat het ook een heel mooi afproduct gaat worden. Dat het er stevig en geloofwaardig uitziet. En dat tezamen dus inderdaad met alle collega's en met alle vrijwilligers. We zijn er op een hele leuke, zichtbare manier mee bezig. En dat trekt gewoon mensen aan. Het tovert bij iedereen een smile op het gezicht. En het is gewoon feest. Het is gewoon leuk.